Het verschil in bureaucratie van freezone tot freezone is gigantic. Er zijn freezones die zo'n beetje alles wel goed vinden, en er zijn freezones die ongelofelijke hoeveelheid bureaucratische hordes opwerpen voordat je eindelijk eindelijk je bedrijf hebt en voordat je eindelijk eindelijk je Emirates ID hebt. Een simpel voorbeeld hiervan is de wel of niet verplichtstelling van de postbus. Vroeger, en dan heb ik het echt over vijf, zes jaar geleden, moest je per se als je een bedrijf startte ook een postbus hebben. Dat kostte je dan tussen de 200 en 300 euro per jaar en dat was voor een deel ook een moneymaker voor sommige freezones. Bij de meeste freezones is die verplichting al lang afgeschaft. Maar bij sommige free zones niet. En dat betekent extra papierwerk, extra gedoe en ook het betalen van extra geld. Soms krijg je dat terug. Je zit bij een bureaucratische free zone en je krijgt vrij makkelijk daardoor een zakelijke bankrekening. Dus dan heb je in elk geval een situatie waarbij je je afvraagt of je door de hond of door de kat wordt gebeten, maar in the end is het of de free zone of de bank. Maar er zijn ook free zones die én heel bureaucratisch zijn en waarbij je nog steeds niet gemakkelijk een zakelijke bankrekening krijgt. Dan word je dus gebeten door de hond en door de kat. Met andere woorden, de keuze van die free zone is niet triviaal.